Onze kattenvrienden gebruiken meerdere communicatiemethoden en zintuigen om op afstand onder soortgenoten te communiceren. Naast het zicht en gehoor gebruiken ze ook hun geurzin om via feromonen boodschappen uit te wisselen. Feromonen zijn geurmoleculen die door het dier in de omgeving worden verspreid. Soortgenoten ruiken deze boodschap en zullen er met een welbepaald gedrag op reageren. Bij de mens is deze communicatievorm tijdens de evolutie grotendeels verloren gegaan, maar voor talrijke levende wezens blijft het van kapitaal belang, zo ook bij bepaalde insecten. Dankzij de feromonen zal een mier zijn weg terugvinden naar het nest. En door een geurspoor aan te leggen, leidt hij zijn soortgenoten naar een gevonden voedselbron. Ook in onze onderlinge relaties en vooral in moeder-kindrelaties spelen feromonen nog een belangrijke rol bij de mens. We zijn er ons alleen niet meer bewust van. Bij de kat en de hond worden feromonen gevormd in de weinige zweetkliertjes die deze dieren hebben en in talrijke talgkliertjes op de lippen, de kin, boven de ogen, aan de staartbasis en rond de genitale organen. Ze zullen een rol spelen in het vinden van een partner, in de relatie tussen een moeder en haar jongen en in het afbakenen van het territorium. Wanneer een kat met haar kop en lichaam tegen ons komt aanwrijven, vermoeden we al gauw dat ze om affectie en aandacht komt bedelen, maar ze brengt eigenlijk tezelfde tijd haar feromonen op ons over. Wanneer een kat verhuist of wanneer de woonst verbouwd of geschilderd wordt, verdwijnen plots al deze geursignalen die de kat heeft uitgezet. Onderzoek wees uit dat dit een kat zeer angstig en gedesoriënteerd kan maken. De snelste manier om zijn geur terug over het territorium te verspreiden is overal gaan urineren en sproeien. Dit kan de verklaring zijn waarom een angstige kat plots weer overal in huis plast.